S'avonds komt het tot leven. Het ligt wakker in zijn bed. Door zijn snelheid duurt het maar even. Tussen waken en slapen ligt het verzet. Onmerkbaar als een rode draad, zie je je leven voorbij gaan. Je ligt wakker, want hij verraadt de geheimen en illusies van je bestaan. Ik zal blijven vechten, blijven hopen dat het licht aan het einde van de tunnel mij tegemoet zal komen. Er is maar één moment waaraan je je vast kunt houden. De waarheid wint. Enkele seconde die meer zegt dan woorden. Tussen waken en slapen is waar het begint. Volgens Amerikaanse agenten in de inlichtingendiensten zitten twee Libiërs achter die aanslag. Maar Libië weigert ze uit te leveren, omdat ze in Groot-Brittannië of in de Verenigde Staten geen eerlijk proces.